net wakker en ik ben super lui. We zijn heel erg lui, maar we gaan dadelijk naar RMS-dag. RMS-dag. 25 april, RMS-dag. Jee. En overmorgen is het college-dag, toch? Overmorgen is het college-dag. We gaan nu eerst naar RMS-dag. We gaan ons klaarmaken, hè? Ja. Oké, kom, we gaan douchen. Jee, we zijn klaar. En onderweg. Naar kamp. Maar ja, we gaan naar kamp Vught, het Molukse kamp. En dan gaan we even mijn neefje ophalen. En daarna moeten we ook nog mijn tante ophalen, want die rijdt ook nog gezellig mee. En dan gaan we naar... RMS-dag. Oh, ik moet trouwens heel even oma E bellen als ze lipstift heeft. Ik ben gewoon van alle ellende en alle haast vergeten om mijn lipstift te doen. Het ziet er echt niet uit vandaag. Maar ja. Oh my god! Hey! Dat is Machine. Oom Ramses is aanwezig! En ik wil You Don't Know Me By Now. Oké, we gaan zo meteen andere soulmuziek draaien, want Estimo wil andere liedjes. En dat is Do You Don't Know Me By Now. Hou je vast van? Ja. Nee. Nee? En Oom Ramses die is natuurlijk weer van alles vergeten. Ja. Dus we moeten eerst nog zijn pimpels ophalen en dan moeten we langs, terug langs huis. Omdat meneer geen handcam bij heeft. En dan kan ik gelijk even mijn lippen doen, want dat is ook echt een ramp. Gordel. Sorry. En dan moeten we ook nog even mijn tante ophalen. Die had alweer gebeld, die was iets later. Oh. Natuurlijk. Gelukkig. Of course. Of course she's later. Oké. Hé, maar op het kamp, ik vind het wel een beetje meevallen met... Met de vlaggen. Ja, iedereen is naar Apeldoorn, de bus is vertrokken. Ja, oké, maar de vlaggen kunnen ze toch buiten hangen? Oh, de vlaggen. Zie je niet? Maar dat wordt wel een beetje minder erg, ja. Ja, hè? Ja, al die jongeren worden er wel. Maar ik hoorde dat ze nou nog maar 2500 mensen binnenlaten, hè? Echt niet? Ja, ik weet ook niet. Dat zei mijn nicht uit Vaassen. Ja, maar van dit jaar is het toch extra groot of zoiets? Ja, blijkbaar dus niet. Oh. En ook politie en zo erbij. En, ja, ik weet niet. Dat hoorde ik, hè? Ik weet niet of waarheid is. Ja, maar volgens mij is het al. Duurt maar tot. Begint het pas om 12 uur. Duurt tot 12 uur? Ik weet niet. Nou, als het duurt tot 12 uur, dan hoeven we niet meer te rijden. Dat is inderdaad duurt. Maar er zijn ook allemaal. Met Baris en zo een grote. Optreden. Ja, volgens mij wel. En sowieso staat de Dara die moet nog aankomen. Hoe laat? Ja, die meestal pas in de middag of zo. Mama. Die moet het eerst door heel Den Bosch. Heel Nederland. Ik wil echt niet gaan. Ik heb eigenlijk echt geen zin meer. Jawel, ik wil eigenlijk gewoon ieder jaar gaan. Maar dat gebeurt toch nooit. Maar vorig jaar was ik er niet. Nee, was je er niet? Nee. Het jaar daarvoor was ik er wel. Stond je niet met mij toen? Ja, het jaar daarvoor. Maar was dat niet vorig jaar? Nee. Oh. Het jaar daarvoor was toen ook allemaal met die regen en zo. Ja. Ja. Dat was gewoon dat... Die motoren die kwamen aan en die waren helemaal doorweekt. Ja, maar bij dat, is dat dit jaar ook daar dan? Bij dezelfde locatie? Ja, in Apeldoorn. We zijn compleet! Als ik met jou neef trouw, dan opeens dadelijk word ik wakker. Ik vermoord hem of hij mij. Het staat gelijk. Wie nu bent. Kijk, overal witte haren. Grijs. Ik denk dat ik niet meer ga verder, maar ik ben de winnaar. Ik zal muziek opzetten, jongens. Ja. Maar net die muziek van net. Oh, ja. Hey, dat is wel echt iets typisch ons, hè? 12 uur vertrekken, ja is goed. Het is inmiddels 1:05. En we zijn 10 minuten buiten Den Bosch. We hebben twee pech hebben wij. Waarom? Ten eerste, wij zijn Molukkers. En ten tweede, bijna iedereen die uit Den Bosch komt, komt ook wel altijd te laat. Ja, dat is echt. Oh, had ik maar die olie meegenomen, want anders is het zo droog. Bij mij ook. Heel irritant, hè?
Nee, deze bond, hè? Omdat we te veel olie en zo gebruiken. Te veel erop doen. Want net als wij doen ze toch ook altijd twee keer per de plek al een mooie weer. Terwijl een dorp niet lang. Iemand die één keer per week doet, zo twee keer. Die hebben precies dat ik ben. Ja. Ja, dat zeggen ze, maar dat, ik denk dat iemand die dat zegt, die doet zelf maar één keer in de week. Ja, ik zeg dat, maar ik stink gewoon hoor, als ik een dag niet doe. Ja, daarom. Strippen. Appen, appen. Als ik strip, loopt de hele avond voor de leeg. Zo, hallo, close-up. Kijk je maar, mijn dingen zitten vlekken van die crème, man. Vandaag ga ik voor de halfpuntjes. Daar komen ze, man. Ja, 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 daar komen ze, jongen. Zagen we alle motoren binnenkomen, alleen SMO'er die vond het een beetje een heel hard geluid, hè jongen. Vond je een beetje eng, hè? Dat snap ik ook wel. Er waren misschien iets van 300 of 400 motoren, denk ik. Zoiets. Dus dat was wel heel hard, hè? Thank you.
parkeren eet hij. Het is super druk. Als je eten wil, dan moet je hoe lang wachten? 3 uur. En ik krijg net vies eten ook nog. Dat is echt niet lekker. Dan ga je loopwet van mijn oma, maat. Nee, dat sowieso niet. Dus het is nou bijna etenstijd, dus ik denk dat ik er in ieder geval zo vandoor ga. Want het is super warm. Ik zweet gewoon. Overal waar je naartoe wil, moet je echt een menigte heen. Het is echt veel drukker dan vorig jaar. Dus ja. Was jij de vorige keer ook? Ja. De eerste en de laatste. Ramses, waarom gedraag je je zo gay? Yeah. We zijn terug van RMS-dag. Mama is moe. En ik heb me omgekleed voor het einde. En ik heb een darmvader zwaard hier bij me. Dus like it. Nou, hopelijk vonden jullie de vlog ook een beetje leuk. Ja, en bedankt voor het kijken. En voor degenen die nog nooit bij RMS-dag zijn geweest. Zagen het op de vlog? Yep. En ik ga echt slapen, want ik ben echt klaar voor vandaag. Ciao. Ciao. Tot de volgende vlog. Tot de volgende vlog. Hoi allemaal, welkom bij mijn nieuwe vlog. En ik. En vandaag is het? Koningsdag. We hadden alleen niks oranjes. Dus ik ga dadelijk even kijken of ik misschien voor Estemoe nog iets oranjes kan halen in de stad. Maar ik zelf ben niet zo van heel veel kleurtjes altijd. Ja, dus daarom ben ik gewoon zwart. Ik ben gewoon in het zwart. En wat zei je toen straks tegen mij toen mama zei van ik ga iets zwarts aan doen? Toen zei jij? Er is helemaal niemand dood hoor, want zwart is de kleur van dat iemand dood is. Ja, maar ja. Oké. We lopen nu dus naar de stad. Wij wonen niet zo heel veel van het centrum af, dus dat is wel fijn hè jongen? Ja, kijk. Ik loop zo. Oh, en hij is een stoere shirt aan. Laat het zien. Bam. Hier. Het lijkt, het is toch zwart op de vlog, maar als ik het zo zie, zie ik toch een beetje groen. Ja. Vreemd. Ik ben benieuwd wat er vandaag te doen is, want het laatste jaar is nogal saai met Koningsdag. Yep. Of je moet echt festival tickets hebben, weet je wel. En ja, daar heb ik niet. En Estemoe wilde eigenlijk het Wilhelmus leren op zijn viool, want hij zei... Als hij dan in de stad op straat gaat spelen met zijn viool, dan. En het is Koningsdag, dan kan hij centjes verdienen, jongen. Gewoon zo. Money, 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 money. Hoe? Dus nog een keer? Money, 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 money. Dus. Gisteren toen ik bij keeperstraining was, gebeurden er 2 vervelende dingen. Die ga ik ook niet vertellen. Nummer 1. Een bal in mijn kruis. Nummer 2, een bal in mijn gezicht. Dat deed super pijn, dus ik werd van veld afgezet. Dus kwam geen keep. Maar ik gaf niet op. Ik bleef toch. Dus ik vind het zelf best wel grappig voor mij. Dus ja, ik word er alleen maar sterker van. Thank you.
In de stad naar de blauwe druif toch? Ja. Ja, doei. En wat ben jij eigenlijk aan het eten? Hij is vast. Hij is smikkelbeer. Ik weet helemaal niet hoe dat heet. Doe nou zo en dan loopt papa achter, ken ik jullie allemaal in de gaten. Ja. Hij weet wat ik aan het eten ben, maar hij weet dat ik niet hoe dat heet. Ik heb het vol gegeten. Heel leuk. Was gezellig. En wat heb je gekregen? Laat het zien.
Squishy, een hele grote squishy. Er bestaat zelfs, ja, zo'n grote. Terwijl het zit niet in beeld, zo groot is het. Ja. Nou. Broodjes Bruto. Dus dit was RMS-dag en Koningsdag vandaag. Yep. En wij zien jullie volgende week bij de nieuwe vlog! Doei! Doei!